Hoi, hey, Ronald. Hallo. Waar zijn we hier? We zijn hier in de wijk Prinsland aan de Ringvaartweg. En daar staat het mooie gemaal van de toekomst, Prinsland. En wat doet een gemaal? Ja, je moet bedenken, we hebben ruim 2500 kilometer aan riolering. Dat is van hier tot voorbij Moskou. En al dat water van die riolering wordt opgevangen in het gemaal. Vervolgens verpompen wij dat naar een waterzuiveringinstallatie. En daar wordt het weer schoongemaakt. En hoeveel gemalen hebben we eigenlijk in Rotterdam? Nou, we hebben ruim 1000 van dit soort gemalen. En dat varieert natuurlijk. Hè. We hebben hele kleine gemaaltjes van 10 kuub per uur. Maar ook gemalen, ja, die doen wel 3000 kuub per uur. En waarom staan we nu precies bij dit gemaal? Ja, dit is het gemaal van de toekomst. Hè. Zoals je ook kan zien, liggen daar zonnepanelen op het dak. Aan de andere kant hebben we een sediumdak wat het water opvangt. En aan de buitenkant kan je ook zien hoeveel we besparen met al die maatregelen die we nemen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het er van binnen uitziet. Ik zou zeggen, kom mee, Richard. Nou, dit is best een grote ruimte. Welke aanpassingen zijn hier gedaan? Nou ja, er zijn hier een aantal maatregelen genomen. En hierachter staan de accu's. Hierin wordt de energie opgeslagen van de zonnepanelen. Die worden gebruikt voor bijvoorbeeld de verlichting, de ventilatie, de verwarming. En wat we over hebben, dat leveren we weer terug aan het net. Hey, en de pompen, die gaan ook op de zonnepanelen? Nee, kijk, pompen verbruiken echt een enorme hoeveelheid energie. Er zouden 2 voetbalvelden vol met zonnepanelen moeten hebben. Dus dat gaat natuurlijk niet. Maar er zijn wel maatregelen die we hebben genomen om dat energie zoveel mogelijk te beperken. En dat laat je beneden even zien. Nou, we zijn in de pompenkelder. 5,5 meter onder het maaiveld, zag ik. Ja, klopt. Ik zie hier 3 pompen staan. Wat doen deze pompen? Die kleine pomp is alleen bedoeld voor het afvalwater. En die grote pompen die zijn bedoeld voor het regenwater. En regenwater komt in flinke hoeveelheden naar beneden. Dus daar hebben we echt grote pompen voor nodig. Is dat niet zo, dan komt de stad blank te staan. Ja, wat is er nu zo speciaal aan deze pompen? Deze pompen die hebben het hoogste efficiëntieklasse. En die zijn ten opzichte van de oude motoren gewoon 15% zuiniger met energie. Ja, in de elektrische apparaten die heb je A+, A++. En is dat een beetje hetzelfde? Ja, dat klopt. Dit is dus een A++++. Ik zie hier allemaal draadjes zitten op die pompen. Hebben die nog een functie? Ja, we noemen dit ook wel real-time monitoring. Dus we kunnen eigenlijk de hartslag van de pomp en de motor kunnen we continu meten. En aan de hand van die metingen kunnen we beslissen of de onderhoud moet gepleegd worden, of de lagers moeten worden vervangen, of dat die gereviseerd moet worden. Is dit nu het enige gemaal wat wij hebben die op de toekomst is voorbereid? We hebben nu 12 gemalen die alleen op zon draaien. Sterker nog, zij leveren nog energie terug aan het net ook. Dat zijn de kleine gemaaltjes? Dat zijn de kleine gemaaltjes, ja. Dat noemen wij de microgemalen. Dat zijn pompjes met van ongeveer 10 kuub. Zijn er nog meer van dit soort gemalen? Staan die op de planning om op deze manier gebouwd te worden? Of... Er worden in de komende jaren worden er 5 gemalen gerenoveerd. En er wordt dit gemaal natuurlijk als voorbeeld gebruikt. Dankjewel voor deze rondleiding. Ik vond het super interessant. En goed dat we echt met de toekomst bezig zijn. Nou, graag gedaan, Richard. En wil je nou wat meer weten over gemalen? Kijk dan even op rotterdam.nl/waterloket.